Goedemorgen. Goedemorgen. Wie ben jij? Wie ben jij? Ik heet Evelien. In deze video laten we zien hoe je deelnemers op een actieve manier kunt laten oefenen met taal. Evelien begint met een taalriedel. Met een taalriedel oefen je zinnen die je vaak gebruikt. Je spreekt de zinnen vloeiend uit, net als in een normaal gesprek. Wie ben jij? Ik heet Sarah. En wie ben jij? Bouw de oefening op door de taalriedel twee keer te laten horen. De eerste keer zonder tekst en de tweede keer lezen de deelnemers stil mee. Daarna zeggen de deelnemers de zinnen na. Tot slot spreken ze de tekst zelfstandig uit. Het doel is dat ze langzaam wennen aan het ritme en de melodie van de taal. Mijn naam is Rehana. Ja, perfect. Ja, twee tips wanneer je gaat werken met taalriedels. De eerste is dat je de deelnemers niet forceert om mee te doen. Ze steken er altijd wat van op. De tweede tip is, besteed geen aandacht aan grammatica. Ook niet als de deelnemers erom vragen. Het schiet voorbij aan het doel van de oefening. Om de taal te leren heb je woorden nodig. Evelien vraagt er om elke ontmoeting aandacht voor de woorden die voorbijgekomen zijn. Wat zijn belangrijke woorden als je gaat kennismaken? Is de naam belangrijk? Je naam? Mm-hmm. Ja, hobby's ook belangrijk. Ja. En woonplaats. Mm-hmm. En baan ook. Baan ook, ja. Om de woorden te onthouden moet je ze vaker tegenkomen. Daarom is het een goed idee om een woordenlijst bij te houden. Leer de deelnemers om altijd de lidwoorden erbij te schrijven. En welke woorden willen we graag opschrijven? Baan. Baan. En weet je ook welk woord daar nog voor hoort? De, het of een? De baan. De baan, inderdaad. Besteed niet te veel aandacht aan de schrijfwijze. Het doel van het aanleggen van een woordenlijst is nieuwe woorden onthouden en de woordenschat uitbreiden. Uitnodiging. Uitnodiging. Bruiloft. Bruiloft. Oktober. Oktober. Oh, inderdaad. Ja. Oktober. Evelien gaat verder met een uitspraakoefening. De juiste klemtoon is belangrijk als je wilt dat mensen je goed begrijpen. De deelnemers herhalen de woorden en tikken op de tafel waar de klemtoon valt. Vanmiddag. Vanmiddag. Informeren. Informeren. Betekenis. Betekenis. Ja, wat je ziet is dat de deelnemers heel enthousiast en betrokken zijn bij de oefening. Vooraf kan een oefening soms heel moeilijk lijken of ongemakkelijk lijken. Twijfel je over of die goed toe te passen is. Nou, ik zou jullie graag willen uitdagen om af en toe die drempel over te stappen en nieuwe dingen uit te proberen. Ja. Niet kijken, hè? Nee, kijk niet. Oké, daar komt-ie. Evelien en de vrouwen sluiten af met een spelletje Wie ben ik? Rehana begint en moet het beroep raden. Oké, dan mag je beginnen met vragen stellen. Werk ik bij een winkel? Ja. Met dit spel oefenen de deelnemers met vragen stellen. Als ze het moeilijk vinden om vragen te bedenken, kun je ze op weg helpen met een paar voorbeelden. Winkel voor het brood? Mm-hmm. Ja. Bakkerij? Mm-hmm. Ja. Maar wat ben je dan? Baker? Ja, een bakker. Bakker? Ja. Dit is het beroep. Ja. Ja? Nu is Sarah aan de beurt om het beroep te raden. Ah, ja. Kijk eens, alsjeblieft. Werk ik met dames of heren of allebei? Kan allebei. Ja. En in Syrië kan allebei? Nee. Een kapper? Ja. Ja. In één keer goed. Goed gedaan. Als je aan de slag gaat met deze werkvormen, focus dan per oefening op de vaardigheid die centraal staat, sluit aan bij het niveau van de deelnemer en richt je zo min mogelijk op grammatica.